En dan komt hij, hè? Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat de eerste radio-uitzending in Den Haag werd gemaakt. Veel bekende namen in Radioland begonnen ooit als radiopiraat. Zo ook Michiel van der Brugge van Radiostad Den Haag. De charme van de piratenzender is dat je lekker kan doen wat je zelf wil. Natuurlijk moet je je wel aan een bepaalde format houden, want een station heeft altijd een beetje een format. Maar qua presenteren, hoe je de programma's maakt, daar kon je wat vrijer in zijn. Wij werden niet betaald, wij deden het gewoon uit gevoel. En dat bracht je over. En ik denk dat het gevoel wat je goed over kan brengen bij het maken van radio, dat de luisteraar dan eerder naar je toe trekt. Is magisch, of niet? Michiels liefde voor de radio begon al op jonge leeftijd. Ik was helemaal fan van Radio Veronica, die in zee lag. Mijn opa en oom woonden in Scheveningen. En dan ging ik als klein jongetje stiekem naar de boulevard. En zat ik daar met een AM-radiootje in mijn hand, zat ik te luisteren naar Radio Veronica. Ik hoorde daar muziek. Ik hoorde daar een stem. Dat was magisch. En toen ben ik eigenlijk al, ik denk dat ik een jaar of 7, 8 was, 9, ben ik met het radiovirus eigenlijk in contact gekomen. En waarom maak jij nou radio vanuit je woonkamer? Omdat ik dan de gezelligheid kan kweken. Er is een onbevangenheid. Je bent rustiger dan in een normale radiostudio. Dat geeft een huiselijke sfeer. En dat komt dan over bij de mensen die dan op dat moment naar Radio Stad Den Haag aan het luisteren zijn. En dit was namelijk de eerste, eerste houseplaat. Plaat duurt 15 minuten. Hoe ging zo'n radio-uitzending vroeger nou in zijn werk? Nou, met een cassette-recordertje of een bandrecordertje, een klein mengtafeltje, een microfoontje erin. En zo maakte je dan radio met hele speelse dingen. En dat vond ik ook leuk om te doen. Kijk, nu is radio heel anders. Nu is radio met digitale mengtafels. Alles kan helemaal voorbereiden. En wij waren aan het spelen en er ging er nog eens wat fout. En dat maakte het zo leuk. From here to eternity. Zitten veel meer instrumenten in. Nou, de problemen waren natuurlijk bij een piratenzender. Je kon gepakt worden, de zender werd in beslag genomen, de mast moest eraf. Mensen werden vastgehouden. Je was net een boef eigenlijk, terwijl je eigenlijk niks deed. Je deed alleen iets wat de wet voorschreef en dat was je mag niet illegaal uitzenden. En dan komt hij. Komt u maar. En dan ga je waarschijnlijk weer deze plaat herkennen. De toekomst van radio, ja, ik heb er een hard hoofd in. Ik denk dat radio in den ether, dat het langzamerhand gaat verdwijnen. Ik denk dat radio online, dat het medium radio gaat worden. Omdat mensen die thuis naar radio gaan luisteren, doen dat via wifi. En ik denk dat FM op den duur, dat kan nog wel een paar jaar duren hoor. Want dat ligt eraan hoe snel de mensen, sorry dat ik het zeg, doodgaan. Want ik denk dat de jeugd het niet meer op gaat pakken. Klassieker, ja.